Dan. En een prachtbeen van Jean-Marie Pop. Ik was zeer moe, maar ik ben zeer tevreden met deze speel. En in! En dat doet het! Jean-Marie! Ho, ho, ho. Jean-Marie is de grootste! Ik heb in België ook veel elfmeters gestopt, want ik maak dat hier ook. Dat is voetbal. Een hele fijne avond. Het EK is afgetrapt door de Duitsers en de Schotten. En dus trappen wij ook af hier in onze dagelijkse podcast. Dat is voetbal. Weet jullie van harte welkom. Iedereen die kijkt. En ik heet ook mijn eerste drie gasten welkom. Het is met onze Wes. Mag dat zeggen, hè, Wes? Zegt onze lieve Tess. Voilà, dat hebben we niet geoefend, hè. Het is met Romeo Vermand, voetballer bij Club Brugge. Het is... Ja, Club Brugge mag je zeggen, zeker weten. Club Brugge. En met Arno de Kit, jouw voetbal... Derde provinciaal. Voilà. Een beetje minder, maar... Een beetje minder, maar we kunnen een beetje goed... voetbalbabbelen. Voilà. Het zit goed met de voetbalkennis aan tafel, dus wij kunnen eraan beginnen. Aan deze eerste, dat is voetbal, jawel. Ik wacht al eens graag voor een applausje. Nee, Arno, hoe is het voor jou om zo'n EK nu met die kenners achter de schermen te hebben meegevolgd? Ah, wel, het is precies dat ik terug op school ben. Ik snap niks van wat er gezegd wordt. Maar ik kan nog altijd lachen en knikken, dus ja. Ik denk dat ze niet doorhebben dat ik niks snap. Je zegt zelf alsof je op school bent, want je hebt wel op de topsportschool gezeten met echte voetballers. Ja, ja. Twee jaartjes. En dan heb ik het feestleven ontdekt. En sindsdien ben ik afgegaan. En welke topsportschool? Redingenhof. In Leuven. Waar Dries Mertens was. Okay. Jouw grote voorbeeld, Dries Mertens? We moesten, van de coaches moesten we hem van heel dicht analyseren en... alles doen wat hij zei. Allee, we gingen ook een meet-up hebben met hem op het einde van het jaar. Gekomen. Nooit gebeurd. Maar ik denk niet dat Dries Mertens zijn schuld is. Dries, als je kijkt, Arno verwacht nog een bezoekje. Ja, Romeo, je bent natuurlijk wel een voetbalkenner. Er is ook een link tussen Romeo en Wesley. Weet jij welke het is, Arno? Ik heb het al gehoord. Zeg het dan maar. Je hebt met zijn vader gespeeld. Ah, ja, absoluut. Ja. Ja. Een paar jaar zelfs in de nationale ploeg en ook bij Club Brugge hebben we samen gespeeld, ja, absoluut. Ja. Heb je daar nog herinneringen aan de kleine Romeo? Nee, ja, ik heb hem wel zien spelen natuurlijk, omdat de nationale ploeg, hij is generatie 2004, corrigeert me als het fout is. Correct. Generatie 2004 en ik heb generatie 2003, 2005 gedaan. En ja, wij schouten Romeo ook op een gegeven moment als het nodig was, vooraan. Omdat hij ook al op het tweede klasseniveau speelde. En we dachten van oké, als er iets gebeurt met onze jongens van 2003, dan moet hij klaarstaan. Maar goed, uiteindelijk... Het is nooit gebeurd. Het is nooit nodig geweest. Het is nooit nodig geweest. Dat is mooier verwoord. Ja, er zijn mooie foto's van je vader te zien. Herken je hem nog? Ja, zeker. Met die lange haren. Met is dat de look waar jij nu ook voor gaat? Nee. Ik ga niet voor die look proberen te gaan. Gewoon fris. Een fris kopje dat ik nog genoeg tegen een bal kan zeg koppen. Zeg je dat nooit? Papa, wat was dat met dat haar? Niet met dat haar, omdat ik vroeger zelf ook nog lang haar heb gehad. Ja. Maar soms het baardje of het sekje, daar heb ik nog een opmerking over te maken. Dat was zo in die tijd, denk ik, Wesley. Oh, mijn kinderen, ik heb zo'n foto. Ik heb een foto met lang haar, maar dat was eigenlijk... Ik ben bijna een jaar geblesseerd geweest, maar ik had overal last, een jaar aan een stuk. En je liet je haar groeien zolang en ik zei, voilà, zolang ik pijn heb, laat ik me nagroeien. En dat is die kinderen nu die foto's zien en denken... Ik zeg, ja, fouten gebeuren. Hè. Ja. Fouten gebeuren, ben je het ermee eens met dat haar? 100%. 100%, want... Ik heb ook al heel lelijk lang haar gehad. Ik ga via jouw haar een bruggetje maken naar Jean-Marie Faf. Oh, want dat vind ik oké. De meneer waaraan we de naam van deze podcast te danken hebben. Hè. Dat is voetbal. Jullie zijn iets jonger dan Wesley en ik. Romeo, heb jij nog enig idee, Jean-Marie Faf, wat zegt jou dat? Doelman, denk ik bij Bayern geweest, volgens mij. En zijn vloeiend Duits, dat hij toen ook sprak. Maar ik denk dat dat intussen wel al veel verbeterd is. Maar nee, zelf heb ik het nooit zien spelen. Maar ik denk dat zijn Duits nu wel intussen al verbeterd is. Maar wel een topkeeper toen. Ja, absoluut. En jij kent hem meer van bij de Fafs? Nee, gewoon. Mijn pa was een heel grote fan. Had hij niet een truc gezien in de goal dat hij aan één kant meer ging zitten? Ja, hij zei altijd, ik ga niet helemaal in het midden van de goal staan als de penalty is. Ik heb het onlangs ook gehad, op het einde van het seizoen. En ik heb een slappe lach gehad op veld, omdat ik zijn trucje door had. En dan shot ik hem binnen en ben ik onfair play tegen hem gaan lachen ook. Maar... Ja, mijn
herinneringen van de jaren 80, inderdaad. Wat zijn we al? Was dat echt een wereldkeeper? Speelde ook bij Bayern München toen. En ik kan me herinneren, die had goede reflexen, maar Jean-Marie is ook niet supergroot. Keepers waren toen geen meter 90. Maar die kwam heel vaak uit zijn goal ballen plukken, precies of het niks was. En dat zien we veel minder nu. We zien het wel nog, maar ik vond dat een spectaculaire keeper ook was. Ja, en als kind kijk je dan erop en denk je, wauw. En ook zo met die blauwe tenue en met die gele tenue aan altijd. Ja. Ja, iconisch. Ja, iconische keeper. Ja. Pure charisma. Ja, we gaan eens naar zijn heel goed Duits dat jij al aanhaalde. Eventjes luisteren naar dat legendarische interview van waar de quote Dat is voetbal komt. Jean-Marie, eerst mal, war das ein Elfmeter überhaupt? Maar ik moet zeggen, als ik op dit moment geef ik een strafschop, geef ik een elfmeter. Waarom niet? Omdat het een ongeluk is. Du aber per Unglück springt die Ball. Also und unabsichtliches Handspiel. Ja, so ist aber das. Aber die Spieler, die kommt auf den guten Moment. Hamburg haben Mann gegen Mann, Gefecht Mann gegen Mann, sehr gut. Und sie sind sehr gut offensiv. Sie waren mit mehr Vorspielern dann wir in der ersten Hälfte. Und in der zweiten Hälfte haben wir unser Hart lassen sehen, dass wir unsere Zuschauer jetzt zu präsentieren haben. Jetzt noch eine ganz andere Frage. Sie haben in der zweiten Hälfte plötzlich eine blaue Hose an. Ist das der Unterschied? Ja, ich normal spiele ich in ganz mein Blau, das ist meine Lieblingskleur. Dus ich habe gedacht, wenn es der Abzeit, ich nehme eine andere Hose, zoals altijd. Hij nam een andere Hose, zoals altijd. We zitten hier nu wel te lachen, maar wie zijn Duitsers er beter? Ik moet wel zeggen, respect dat hij dat interview wel in thuis heeft gedaan, want ik zie niet veel andere spelers die... Dat gebeurt bijna niet meer. Nee, als je nu naar een nieuwe ploeg gaat... we hebben onlangs Vincent Kompany gezien bij Bayern. Die doet dat in twee talen, maar die heeft in Hamburg gespeeld. Ja. Je hebt ook in Duitsland gespeeld. Ja, maar naar jou ik moet ook... Ja, redelijk verstaanbaar. Maar ik moet zeggen, vorig jaar had ik een gesprek met de technisch directeur in Duitsland. En ik zei tegen hem ook, spreek maar Duits, geen enkel probleem. Maar ik moest dan antwoorden. Dat was iets moeilijker. Maar goed, omdat dat zo lang geleden was, dat je effectief over die zaken praat. Maar ik weet dat Sven heel goed Duits spreekt. Ook, ja, zeker. In Duitsland geboren ook, jij? Ik ben in Duitsland geboren, inderdaad. Dus je Duits is ook heel goed? Ja, maar je lacht wel, maar nu moet je het wel eens horen, als je daar geboren bent. Nee. Kijk, gelijk u, versta ik heel goed Duits. Praten is soms wel eens met wat horten en stoten, maar... Moet ik zeggen, ik denk dat je daar een paar maanden woont, dat wel veel. Wij Belgen zijn ook heel makkelijk in talen. We spreken makkelijk 3-4 talen. Dus. Ja. Ik heb altijd Sturm der Liebe moeten kijken met mijn oma. Dus. Ik snap het, dat heeft bij ons thuis ook opgestaan. Dat is, Maar daar leer je wel alleen maar iets over intriges en liefdesrelaties. Veel drama. Ja, niet te veel over voetbal staat daarin. Goed. De Rode Duivels, daar zijn er ook wel wat van op dit moment die in Duitsland spelen. Dus Ruben gaat altijd die Duivels aan de tand voelen. En hij heeft ze ook eens gevraagd, Koen Kasteels en Openda, die toch allebei in Duitsland spelen, hoe hun Duits is. We zullen eens luisteren. Koen, hoe goed is jouw Duits na 13 jaar in Duitsland? Ik kan zeggen heel goed. Ja, kan je ons even uitleggen in het Duits dan, waarom je Duitsland zo'n mooi land vindt? In het Duits? Uiteraard. Weil ich die deutsche Disziplin mag. Ich war jetzt 13 Jahre in Deutschland und es gefällt mir einfach diese Art und Weise, wie die Deutschen handeln. Das Land an sich ist sehr schön, viele Vergleichnisse mit Belgien. Louis, est-ce que votre allemand est bon? Nein. Nein? Essay, ja. Leipzig ist eine schöne City. C'est une belle ville. Oké, comme ça. Hij vertaalt het ook nog even voor, moest je het niet verstaan hebben. Hij probeert te zeggen, Leipzig is een mooie stad. Maar je was wel onder de indruk van Koen Kasteels. Ja, dat was echt... Na 13 jaar. Ja, dat pleit in het voordeel van Openda. Hij zit er iets minder lang. Zijn nein was wel mooi. Nein? Zijn en alles. Nein. Ja, ik vond het mooi. Oké, voilà. We steken hem dan toch een hart onder de riem. Louis Openda. Ruben die zit daar in dat basiskamp van de Duivels als voorrecht natuurlijk. En hij interviewt ze, maar hij stelt ook altijd enkele kleinere, kortere vraagjes, de duivelsvraagjes. En zo wat hij vandaag Charles de Ketelaar in zijn stoel. Die ken jij nog goed, Romeo? Of? Goed is veel gezegd. Ik heb met Charles niet echt samengespeeld, maar ik ken hem wel nog van toen dat zijn zus en mijn zus eigenlijk tegen elkaar tennissen en dan kwamen we elkaar daar soms wel eens tegen. Dus de wereld is klein, maar op zich heeft mijn vader Charles nog
gehad, denk ik, als coach ook. Ja. Dus op zich, kennen is veel gezegd, maar ja. Maar ik, toch. Ja, toch wel een beetje. Er is een link, maar jij kent hem ook. Ja, ik heb hem nog eens opgeroepen en toen was hij echt, echt maar freel manneke. Heel smal. Ja, was nog niet klaar. Maar hij toen... zei het nog in de week, ik ben altijd laat rijp. Ja, ja, en daar pleit ik voor, dat soort spelers. Laat mature spelers. Ik ben eigenlijk niet alleen pro, maar ik ben wel voorstander voor de jongens meer tijd te gunnen. In deze moderne tijden is het zo dat je die tijd bijna niet meer krijgt. Hè. Zo is het... We hebben dat straks over Dries gehad. Ja. Ja, Dries die heeft in Nederland gezeten. Ach, dat je ging zeggen, klasse. Zo kan het met Arno ook nog gaan. Hij heeft misschien nog toekomst. Ik heb misschien. Pieter Bonen toch zeer gewaardeerd horen zeggen dat hij een heel technische speler is. Als Pieter Bonen dat zegt, dan moeten we dat zeker niet geloven. Shit. Maar goed, het ging over Charles de Ketelaar. Nee, maar goed dat je gewoon laat mature spelers gewoon tijd moet geven om te ontwikkelen. En wij vonden op dat moment dat Charles nog niet klaar was om te brengen wat wij dachten dat nodig was toen op dat moment met Nationale Ploeg. Maar ik vind het altijd chic dat er heel veel jongens die wij in onze shadow squad, schaduwploeg, hadden... Ik zal het ook even vertalen. Ja, zoals want dat is de bedoeling. Hè? Ja. Als het hier te technisch wordt, dan moet Arno ingrijpen. Nee, dat is even niet. Dus dat die gasten blijven gevolgd worden, dat we die ook volgen als het ook nodig was, zoals met Romeo. Die was dan nog een jaar jonger. Ja. Maar dat die, als die klaar waren, dat die ook... geselecteerd willen later. Dat die niet wegglippen, omdat wij in een klein land moeten zorgen dat al die talenten, dat we die mogen blijven volgen. Laten ook al als die wat later ontwikkelen. Ja, goed. Charles de Ketelaar dus. Hij werd aan de tand gevoeld door Ruben. We zullen eens luisteren welk vraagje Ruben hem gesteld heeft. Stel, je was international of je bent international van een ander land. Voor welk land zou je gaan? Welk land zou je gaan? Dat is de cliffhanger. Iemand een idee? Als je niet voor België kan spelen, voor welk land ga je dan gaan? Ik denk misschien een Italiaan. Dat hij misschien door een transfer naar daar en de cultuur daar heeft opgesnoven, dat hij misschien graag daar speelt en misschien met de passie dat ze daar ook spelen. Italië, ik denk dat hij een land gaat kiezen wat hij zeker speelt. Dat is een beetje een zwak land. Nee, dat heb ik niet gezegd. Dat heb ik niet gezegd. Ik leg het je in de mond, die woorden. Arno, een gokje? Ik zou zeggen Spanje, omdat het eten lekker is. En dus veel Oké, en in Italië is het eten misschien ook lekker, maar het antwoord dat krijgen we pas op het einde van de aflevering. Het is een echte cliffhanger hier. We gaan over naar de match die we daarnet gezien hebben. Duitsers tegen de Schotten. Wesley's analyse die hebben we gehoord. Die was heel goed, Wesley. Maar ik ga het nu eens aan jullie twee vragen. Romeo, de match. Goh, ik denk natuurlijk was dat Duitsland direct met de intentie startte dat ze zouden scoren en dat ze zouden winnen. Opbouwend heel goed, vond ik. Kroos kwam heel vaak naast dat, denk ik, te staan. Rüdiger week iets meer naar de zijkant uit. En hij vond heel goed de ballen tussenin en op het juiste moment wist hij ze te spelen tussen het middenveld en de verdediging van de Schotten. En dan met die pockets, als je dan een Musiala en een Wirtz hebt die daar spelen met zo'n ongelooflijke klas en zo'n ongelooflijk talent, is dat natuurlijk... Als team kun je daar alleen maar naartoe kijken. En hoe dat ze dan de doelpunten uitspelen... Je hebt een paar keer echt met open mond naar de goals... Ja, zeker weten. Omdat je ook zelf weet als voetballer dat het op details draait. En bijvoorbeeld de goal bij Musiala, de controle die hij maakt, direct mee in zijn lopen en dan nog een klein tikje om die bal goed te laten te scoren, dan draait het enkel om individuele klassen. Pik je daar soms dingen uit? Ja. Want... Heb je nu in je hoofd iets opgeschreven van... Ik ga het doen zoals Musiala? Ja, of als de spits, als Fulkroeg. De goal dat hij scoort is omdat hij heel proactief bezig is. De bal passeert hem aan de linker of de rechterkant. En hij draait direct door, omdat hij denkt dat hij de bal misschien kan krijgen. En hij neemt hem mee en hij knalt hem ongelooflijk lekker binnen. En nu ga ik het aan jou vragen als voetballeek. Wat vond jij van de match? Ik had het niet zo mooi kunnen verwoorden. Nee, dat hoeft niet. Nee, maar het was... Je mag zeggen wat de mensen thuis ook gezien hebben. Het was wellicht een zotte match. Ik denk dat het een toffe match is om mee te beginnen. Duitsland was zo goed dat ik eigenlijk een beetje medelijden had met Schotland. Ja, dat heb je gezegd. Of garme die Schotten. Ja, ik had echt wel medelijden op het einde. En ik weet niet, het was mooie goals. Jammer van die vieze tackle, kun je als expres is of niet. Maar dat, ik zei het nog dat vandaag een rode kaart ging komen. Ja, dat is waar. Dat is zijn voorspelling is uitgekomen. Die tackle, kunnen we het misschien nog eventjes over hebben. Jij zei ook meteen... Ja, ik zag het direct. Je ziet dat aan de manier ook, hoe dat een speler terechtkomt op iemand zijn voet.
dat ja, gewoon rechter volop was en voor mij heel roekeloos. Het was ook niet op de voet, het was echt op het scheenbeen. Of op het scheenbeen zelf. Het was al boven. Ja, we zien het hier. Hij lanceert zich echt. Het is dat echt zo... zo roekeloos. En... Dat gebeurt in derde provinciale ook wel, denk ik. Nee, dat is twee voeten vooruit op de geel kaartje. Knieheup. Dat is niet enkel zo we zoeken. Nee, daar zien ze dat meestal niet. Omdat die bal ook nog geraakt wordt. Want ja. Je raakt die bal en dan zeggen ze altijd: oh, bitter, ik heb een bal gespeeld. Ja, terwijl een andere daar bijna zijn enkel heeft gebroken. Maar dat soort dingen, ja. Nu met de moderne faciliteiten die er zijn, ontsnap je niet meer. Nee, en gelukkig maar dat hij niet ontsnapt. Hij heeft het geprobeerd, hè. Hij had zelf pijn. Ja, maar dat zijn de trucken van de voor. Ja. Dat doen ze in jouw competitie ook. Het was bijna gelukt bij mij. Ja? Nee, helemaal niet. Musiala, misschien. Ik heb hier al horen vallen dat wordt de ster van het toernooi. Masterclass. Dat is pure klasse. Simpel. Allee, wat jij zei ook. Gewoon zijn controle, hoe dat is staat. Ja, hoe hij beweegt ook gewoon met de bal aan de voet. Kan, zot, hij, kan hij, zot. Zoals een, kan hij zijn, een slangenmens, maar kan hij dribbelen en kan hij die bal bijhouden. Dat is iets wat aangeboren talent is, maar ook een beetje op werken natuurlijk. Maar als je dat niet in de genen hebt of niet in je hebt, dan ga je dat ook niet verder ontwikkelen. Dus dat is heel mooi om aan toe te kijken. Ja, zijn ze nu na deze prestatie toch bij die topfavorieten om te winnen? Want vooraf werden ze niet evenveel genoemd als Engeland en Frankrijk. En nu? Maar ik vind wel dat ze daarbij horen. Hè. Niet volledig aan de top, want je hebt nog wat andere ploegen met heel veel kwaliteit. Ik heb al straks gezegd, als je de kernen bekijkt, als je 24 namen van Frankrijk opzomt of van Engeland, ja, dat is ongelooflijk welke kwaliteiten ze hebben. Maar Duitsland speelt ook thuis. Dat speelt mee, sowieso. Dus topfavoriet, nee, maar ze zitten daar net onder. Ja. Ja. Thuis, inderdaad. Maar toch, die Schotse fans die hebben er wel geprobeerd om dat thuisvoordeel aan de Schotten te geven. Die doodelzak. De gehoord. Heel de match. Oh, zalig. Ja, zalig. Heb je daarvan genoten? Ja, toch wel. Ja. Ze gingen met de billen blote Schotten. Er waren ook andere blote Schotten te zien. Ik weet niet of jullie het filmpje hebben zien opduiken. Of... Wil je het nog eens graag zien, Arno, of is het goed geweest? Ja, al wel doet het maar. Als ze het hebben in de regie, dan kunnen we nog eens kijken. Het was chockerend. Ja, ben je zo snel gechoqueerd? Maar ik dacht dat dat een valse ding zijn, maar het was puur natuur. Heb je het al gezien? Ik heb het nog niet gezien. Jij zo... We hebben het een beetje gecensureerd voor de mensen die enkel aan het luisteren zijn. Er kwam een overgin onder de kilt uitpiepen. Goed, dat zijn de Schotten. Ze hebben nog een kans om het recht te zetten. Misschien. We proberen hier ook altijd een beetje... Dat heb ik gehoord. Jij hoort zo'n ding altijd hebben. Ah, maar ik was niet alleen. Hè. Het is hier al warm en het wordt, ja, het nu wordt nog een pakje warmer in de zon. Jongens, het is bedtijd. Hè. Ja. Komt goed, hè. Komt goed. Dank je, Wesley, voor dit intermezzo. Ik ging juist zeggen, we gaan hier proberen om elke dag een beetje een straffere stelling op tafel te gooien die je misschien aan de toog zou kunnen horen. En nu heeft de redactie mij ingefluisterd. Duitsland wordt geen Europees kampioen en dat zal de schuld zijn van Manuel Neuer. Aan de toog. Ik zal u vooral vertellen. Dus als de toogverhalen zijn, dan is mannen, als mannen komen zagen tegen mij aan de toog, dan ga ik met een vrouw dansen. Ja, dus toch praat daar doen we niet aan mee. Vind ik schoon gezegd. Ja. Prachtig, hè? Ja, voilà. Maar het is ook nog de waarheid. Dat is toch strak, maar het zijn wel maten van mij. Hè? Top, hè? Voilà. Klein vuistje. Dat is klasse. Ik weet van wat de stelling komt, omdat Neuer in de halffinale tegen Real flaterde. Ja, en nu in de voorbereiding ook. Ik was daar aanwezig. En tegen Griekenland heeft hij ook... was het, denk ik, Griekenland? Ja. Je hebt het gezien, je was nog zo fier dat je had voorbereid. En juist daarvoor doet hem wel... Echt een wereldredder. Ja. Maar een keeper is ook een eenzaad, zo'n beetje een spits ook. Hè. Als hij een fout maakt, dan wordt dat meteen afgestraft. Ja. Ja. Romeo, jij zei meteen als we de stelling zeiden, bullshit. Waar komen jullie mee af? Ik vind van niet. Omdat Neuer, wat hij al gepresteerd heeft tot nu toe, is magnifiek. Oké, hij heeft nu die twee fouten gemaakt, maar ik vind niet dat je hem daarop kunt afrekenen. Maar hij is ook al 38. Kan je over inderdaad. De heel zijn? Oké, okay, op leeftijd. Maar Ronaldo is er ook ondertussen 39, volgens mij. Maar nee, ik denk dat hij ook uit een zware blessure kwam. Dus misschien daar iets mee te maken, maar ik denk niet... Tegen wie zou je als spits het liefste spelen? Tegen Neuer of Ter Stegen? Want dat zijn de keuzes
die je moet maken? Ik zou denken, ik kan ze alle twee kloppen. Als fit zijn. Ja, maar dat is echt waar. Allee, met die instelling moet je op een veld staan. Je gaat toch niet voor iemand staan en denkt, oeh, Neuers zijn de goal of oeh, Ter Stegen. Nee, dan denk je, als ik straks een kans krijg, trap ik hem binnen. Dat moet de intentie zijn. Of dat gebeurt, dat is iets anders. Maar het zijn alle twee heel goede keepers. De ene vind ik nog beter voetballen Ter Stegen. Dus jij neigt... Nee, ik neig naar niks. Want vandaag is hij ook... Ter Stegen beter voetballend. Ja, nog beter, ja. Ik zie ze niet heel eens. Live. Hè. Ja, dat is waar. Dat is waar. Je bent daar niet mee eens? Goh, wat je van Neuer al hebt gezien. Maar dat was nog helemaal in het begin toen de keeper begon te voetballen. Dan was hij de best voetballende keeper. Maar inderdaad, zoals je zegt, ik heb Ter Stegen nog niet zoveel live zien. Maar je moet mijn mening niet volgen. Nee, ik volg mijn mening niet. Maar ik zeg gewoon wat ik uit mijn eigen jeugdjaren... was Neuer echt een magnifieke topkeeper die meevoetbalde en die soms zelf aan de corner vlag stond. Je eigen jeugdjaren die zijn nog niet voorbij, hè? Och, nee, bijna, nee. 20 jaar, jongens. Dat begint al, nee. Ja. Maar keeperskwesties, die kennen wij hier ook. Moeten we dat vaatje nog eens open doen, de Courtois-kwestie, Arno, of gaan we het... Het ligt gevoelig. Ja, ligt het bij jou nog gevoelig? Nee, ik snap er gewoon niks van. Ik snap de situatie niet. Allee, in mijn hoofd is dat zo gespeeld voor het land. Maar bon, ik weet de details ook. Ja, als ze onze kans zouden geven, we zouden gaan, hè, Arno. Maar ja. Belt mij, ik sta in de goalpad. Kun je aan de lat? Als ik een goede aanloop heb, misschien wel. Probeer eens. Ja, soms, hè, niet altijd. Hè. Moet goed opgewarmd zijn. Maar nee, het is een beetje jammer gewoon. Ja. Maar niemand weet echt de details. Dus. Nee, ik ken ze ook niet. Niemand kent de details. Moet naar mij kijken. Nee. Iemand die... Niemand weet het. We kijken eens rond. Niemand weet het. Maar dat brengt ons wel bij de Rode Duivels. Zitten er hier believers rond de tafel? Want we staan aan een ronde tafel. Believers in wat? In een titel. Dat is allemaal zeker. Is voilà. Ja. Het was altijd het jaar. En nu het eerste jaar dat is van misschien, denk ik wel dat het mogelijk is, minder druk. Dat hebben wij graag, die rol. Hè? Ja, we zijn het. Een underdog. Dat versta ik ook niet. Het is toch geen enkele speler op een EK in een ploeg die zegt: ja, maar ik ga niet naar het EK om niet te winnen. Ik vind dat iets heel vreemd. Maar ze zeggen nu ook niet dat ze gaan om niet te winnen. Nee, maar diep van. Ja, maar dat is ook iets omdat je dat niet mocht zeggen als Vlaming. Snap dat wat ik bedoel? Een Nollander die hebben 2 keer 4-0 gewonnen. Ja, we worden Europees kampioen. Hè? Ja, natuurlijk. Ja, weet je, ja, oké, ze hebben 2 goede matchen gespeeld, dat klopt. Maar die denken anders. En het is 1 keer gebeurd in 88. Maar dat is een andere manier van denken en doen. Ik ben niet altijd akkoord met dat denken en doen. Maar ja, ik zou dat ook graag hebben als soms zeggen, maar geloof daarin. Ja. Misschien wordt dat wel gezegd, hè, binnenkamers. Ja. Jij zit nu bij de jonge Rode Duivels. Heb je het gevoel dat er daar ook die mentaliteit is van doe ons maar de underdog? Of wordt dat erin gepompt? Nee, eigenlijk niet, denk ik. Nee, omgekeerd. Ja, inderdaad. Wij hebben zoiets van oké. Spanje, Portugal, eender wie, breng ze maar op. En we kloppen ze wel, om zo te zeggen. Eigenlijk. Dus, dat wordt ook niet altijd naar buiten gebracht. Dat is misschien iets typisch Vlaams, Belgisch. Een beetje braaf. Maar binnen de kamers is de ambitie er sowieso. En denk ik dat als je dat niet zegt, dat van we gaan ze pakken, we gaan ze kloppen, dan scheelt er ook iets. Moet ik het zeggen. Ja. Maar bij ons is dat ook. De nationale ploegen is, dat maakt niet uit tegen wie je speelt. Je kan tegen iedereen winnen. Ja. Carrasco heeft het wel een beetje uitgesproken, hè? Hij wil minstens toch finale spelen. Ja, gewoon winnen. Gewoon winnen, daar gaan we voor. We gaan eens, maar misschien na dat desastreuze WK, daar zijn we nog een beetje van aan bekomen. Hebben we toch eens gevraagd aan Yannick Carrasco, wat is dan nu het verschil? Want nu gelooft hij er duidelijk wel in. Wat is dan het verschil met Qatar en nu? Ik ben benieuwd. Wat vind jij dat deze selectie heeft dat we bijvoorbeeld in Qatar misschien niet hadden? Honger. Honger. Door de jonge spelers. De spelers, want voor veel spelers is het de eerste toernooi. Voor anderen misschien de laatste toernooi. Dus die twee samen doet dat veel mensen honger hebben, zin in hebben om zich te bewijzen, om zich te tonen en de ploeg te helpen. Dus ik denk dat we heel veel potentieel hebben. Voilà, Wesley, jij wist het, honger. Dat is het verschil. Jij hebt honger, Arno, want ik weet dat je aan het eten bent. Dat is waar, aan het eten, dus ik ga het afzien nu. Maar... Nee. Het is... Mag je niet toen denken aan de honger? We zijn daarnet de frigo gepasseerd, het was moeilijk. Er zijn broodjes, er is fruit, matig. Snacksjes, snickers, maar... Nee, ik vind het goed dat hij dat zegt nu. We hebben echt een mooie mix
van superjong en iets ouder. In mijn ogen zijn dat legends, vind ik dat zelfs. Als je Lukaku hebt en Kevin De Bruyne, die zijn niet oud, maar die zijn een goed voorbeeld om te volgen en mee te, te kijken hoe dat zij het doen. En ik denk dat die wel een push gaan geven aan de jeugd van nu, dat toch wel België een topvoetbalploeg gaat houden. Ja. Allee, dat hoop ik. Ja, of andersom denk ik zelf, dat de jeugd hun misschien nog een extra push geeft, omdat ze ook misschien op een van hun eerste EK's staan, of in de tweede EK, maakt niet uit. Maar dat ze ook zoiets hebben van oké, we gaan ons hier tonen, we zijn België en jullie hebben met de gouden generatie, om zo te zeggen, is het dan niet gelukt? En wel, wij worden misschien niet bestempeld als de gouden generatie, maar we gaan het wel tonen dat dat zeker kan. Ja. Ben jij een supporter van de Rode Duivels of sta je er daarvoor te dichtbij als de matchen bezig zijn? Sta je mee op de banken? Of? Nee, ik support er sowieso, maar ingetomen waarschijnlijk. Nee, ik bekijk de match gewoon zoals elke andere match, maar natuurlijk hoop je dat je land wint en dat het zo ver mogelijk geraakt. Maar niet dat ik ga staan vieren en ik ben iets ingetomener en iets rustiger. Misschien als we de finale winnen, dan ga je misschien wel. Dat misschien wel. De discussie over de 26e speler, ondertussen de 25e speler. Moeten we die nog invullen, die plaats, Arno? Hij wijst dus naar zichzelf voor de mensen die aan het luisteren zijn. Gaat jij die entertainen constant? Ja. Ik pak gewoon die hun beste speler, ik blesseer die. Ah, zo doe je tactiek. Dat zei je daarnet ook. Of entertainment kan ook. Hij heeft nu geleerd van die tackle van de schotten en zo. Gewoon een beetje hoger richten. En dan komt hij... Nee. Maar ja, ik weet het niet. Nee, jij weet het niet. Weet jij het dan wie misschien? Dat ze moeten bijhalen of... Als je met zoveel geblesseerd zit in je centrale as, zou ik er zeker over twijfelen om nog een centrale verdediger bij te halen. Want ik weet niet wanneer Jan terug is. Is hij al terug voor de eerste wedstrijd? Ja, die hebben vandaag een beetje getraind. Maar nog niet 100%. Hè, dus nog niet voor direct. Ik zou er persoonlijk wel een centraal verdediger bij nemen. Maar... Ja. En je zei daarnet de winter dan toch maar. Ja, tuurlijk. Maar hij heeft die ook opgeroepen voor de voorbije oefeninterlands. Dus ik zou niet inzien waarom hij hem nu niet zou meenemen naar het Europees kampioenschap. Ja, we hebben het ook aan Charles de Ketelaar gevraagd en die had ook een antwoord klaar over wie zijn 26e speler zou zijn. Ik vraag jou om een 26e speler toe te voegen aan de selectie. Wie mag dat zijn voor jou? Wie zou dat zijn voor jou? Hans van Aken. Ik denk dat hij heel goed seizoen en uiteindelijk kampioen geworden is en heel belangrijk was, hoog niveau. En ook mijn vriend natuurlijk. Dus. Voilà. Dat is toch een beetje schat weg. Vooral dat laatste. Ja, toch mijn vriend. Ja, ze... Toch toegeven. Ja. Okay. Nee, maar ik denk dat hij wel een beetje gelijk heeft. Dat zijn een vriend ook is, maar ook het feit dat hij gewoon... Moeten we Hans vragen of het echt... Nee, maar ik heb dat al heel vaak gezegd. Wij vinden het allemaal normaal, het niveau dat Hans elke keer haalt in België. En wij kijken er al niet meer van op. En vind ik toch wel straf dat hij dat elk jaar opnieuw doet. Goals maken, assist. En het is wel zo dat Hans iemand is die vanuit de tweede lijn heel vaak kan infiltreren, goals maken. Goeie kopper. Heel goede kopper. Dus ja, inderdaad. Maar... Dan lost wel ons probleem de defensie. Nee. Maar goed, dat is iets anders. Maar goed, wij staan er ook. Ze gaan ook niet... Dat weet ik ook uit ervaring als speler en als trainer. Ze gaat ook niet altijd alles zeggen. Dus misschien is het inderdaad wel zo dat er meer opties zijn in de hoofden van de coaches dan wij allemaal denken. Jij hebt er niks op tegen, denk ik, als Bruggeman, Bruggefan, dat is Hans van Aken. Tuurlijk, ja. Hans heeft een topseizoen gedraaid opnieuw, omdat hij Bruggen eigenlijk opnieuw heeft doen draaien. Ook al zaten ze in een heel moeilijke periode, is enkel bewonderswaardig. Omdat in de moeilijke en in de mindere periode staat hij er en maakt hij de goals. En zorgt hij ervoor dat hij club over de streep trekt, om zo te zeggen. Dus een selectie zou... Denk ik niemand van verbaasd zijn, maar dat is nu niet gebeurd. En ik denk dat hij er zelf ook wel vrede mee heeft. Ja, ik zie jou ook knikken, maar ik weet dat je eigenlijk een Anderlecht man bent. Het doet pijn om te zeggen, maar dat is pure klasse. Dat is een beetje genormaliseerd hoe goed dat is. Dus die krijgt niet de respect dat hij eigenlijk een beetje verdient. Maar hij heeft mij veel gekwetst dit jaar. Het is nog niet helemaal verwerkt. Er is respect, maar er zit nog een spanning tussen ons, denk ik. Ja, misschien moet hij ook eens langskomen, Arno, want jij blijft nog een paar dagen bij ons. Ben ik aan het begin vergeten te zeggen, maar je komt nog terug. Wesley misschien ook. Romeo, die verlaat ons na vandaag, want jij moet terug beginnen aan de voorbereiding, denk ik. Ja, volgende week heb ik mijn eerste testen en mijn eerste training ook. Dus ik zal er weer aan beginnen. Maar
Ik heb er zin in. Ja, hij heeft er al opnieuw zin in. Die vraag aan Charles de Ketelaere, voor welk land hij gaat spelen. Gaan we het antwoord bekendmaken? Spannend, hè? Enorm. Oh. Oh. Ik kan niet wachten. Stel, je was international of je bent international van een ander land. Voor welk land zou je gaan? Goh, ik ben wel trots om Belg te zijn, maar... Dat sowieso, hè? Welk ander land? Ik zou misschien... Ja, in Azië wel willen spelen of zo. Ah ja, oké. Okay. Om het ergens volledig anders te gaan zoeken. In Japan of zo. Ik vind wel dat die goed spelen en mooi land is. Oké. Okay. Nee. Oké. Okay. Een land die kiezen wat een land is. Ja, voilà. Hij gaat voor Japan. Maar ja, ik heb toch gezegd, dat is vooruitdenken. Hij gaat een land kiezen waar het hem altijd speelt. Hij zegt wel dat het is omdat het gewoon een mooi land is. Ja, dat is ook. Ik ben er geweest in 2002. Ja, dat klopt. Prachtig. Met papa van man. Ja, absoluut. En zo is de cirkel helemaal rond. Valasse. Voilà. We gaan nog net niet afronden, maar wel bijna. We gaan eens heel eventjes naar morgen kijken. Dan is er de eerste topaffiche. Spanje-Kroatië. Arno, wat gaat dat geven? Ik vind het een hele moeilijke. Ik heb zo'n klein gevoel dat Spanje een kans heeft om een flop te zijn. Maar langs de andere kant, als die een goede start hebben en vertrouwen pakken direct in het begin, omdat die heel jong zijn, denk ik ook dat die kunnen verrassen. En ik ben kwart Spaans. Dus moet ik Spanje. Hoe staat dat met je Spaans? Of mag ik dat morgen testen? Oké. Daar blijft het bij. Oké, daar blijft het bij. Romeo, wat denk jij? Spanje-Kroatië? Goh, ik heb de Spanjaarden nog bezig gezien tegen Noord-Ierland. En zoals elk jaar, elk WK, spelen die heel goed voetbal. En die hebben dat in die wedstrijd wel gekoppeld aan goals. Maar soms is dat misschien iets moeilijker. Maar Kroatië is een land waar elk EK, WK, waar dat mensen zich... Allez, aan mispakken, om zo te zeggen. Tanden op stuk bijten. Zeker weten. Dus ik heb geen idee. Ik denk dat er misschien een gelijkspel gaat zijn of winst voor Spanje. Maar je weet nooit met de Kroaten. Zo kan ik ook voorspellen. Het wordt of een gelijkspel, winst voor Kroatië of voor Spanje. Ja. Die wedstrijden hangen af van details. En ik heb Spanje een paar wedstrijden gezien, Kroatië ook. Kroatië die het heel goed gedaan heeft tegen Portugal. Heel sterk land. Nog altijd een beetje met dezelfde mensen. Maar ik denk, Spanje speelt nu wel directer dan vroeger. Nog altijd de bal, tiki-taka, maar... Iets directer. Maar ook direct. Ik zou zeggen, stop maar, want we gaan morgen die match samen nog doen. En anders weet ik alles al. Om 6 uur staan we hier weer samen in de studio, Wesley. Dus voor nu ga ik jullie heel hard bedanken voor dit half uurtje. Dat is voetbal. Dankjewel, Wesley Stonck, Romeo Vermant en Arno de Kit. En ook de kijkers thuis en hier achter mij en voor mij in de studio. Heel hard bedankt om te kijken. Morgen zijn we er opnieuw. En dan komt Alexander Hendricks er onder andere bij en Cassandra Missipo. Tot dan. Bedankt om deze video te bekijken. Wil je nog meer video's over het EK voetbal zien? Abonneer je dan op ons kanaal of surf naar sporza.be of VRT Max.